Vrienden, we hebben contact met Klooster Zande. Ja, dat ligt helemaal in Zeeuws-Vlaanderen. En de echte, ware liefhebber, die moet deze mensen eigenlijk kennen. Want je ziet een groot hun spandoek altijd in de arena. Als de camera, zeg maar, die gaat naar rechts toe. Dus de camera gaat rechts en die gaat naar rechts. En dan in één keer, boem, op de hoek. Daar hangt altijd groot het spandoek. Klooster Zande. En Klooster Zande ligt behoorlijk in het weg, of niet, jongens? Zeker, zeker. We moeten ruim 2 uur rijden naar Amsterdam toe. Kijk, helemaal vanuit Zeeuws-Vlaanderen naar de arena. Ruim 2 uur rijden. En met hoeveel mensen doen jullie dat? Gemiddeld zijn een mannetje of 10 ongeveer, dat we de wedstrijden bezoeken. Die club van jullie die bestaat dus al een tijdje, of niet? Ja, we zijn in EK 2000 eigenlijk begonnen. En toen is het wat het nu is. Sindsdien vol oranje binnen naar buitenland. Jongens, ik wil even het spandoek zien eigenlijk. Waar is het spandoek? Het spandoek, ja, jongens. Hier bij me liggen. Hè? In het tasje bij het stadion. Oh, jullie nemen het mee in het stadion. In een tasje nemen jullie het mee in het stadion. Een tasje mag maximaal een A4'tje groot zijn. Ja, mag ik het tasje even goed zien? Zet hem even laten we in het midden zien, het tasje. Daar zit het hele spandoek in. Oké, nou kom op. Laat hem even zien helemaal. Daar komt hij hoor. Klooster Zande hoor. Nou, ze gaan er even bij staan. Nou, laat hem even goed zien. De cameravrouw heeft het over. Oh, cameravrouw. Dat is de cameravrouw, jongens. Cameravrouw Klooster Zande neemt het over. Nou, daar komt hij aan hoor. We gaan mee naar buiten. Oh, we gaan naar buiten toe. Ja, ik zie het al. We gaan naar buiten. Ja, want nou moet het hele spandoek ontrold worden. En normaal, je gaat het zo zien, jongens. Aanstaande donderdag weer. Kijk, hij heeft nog een Van Basten shirt aan. Met nummer 12. Dus het zijn echte liefhebbers, hoor. Kijk, ze hebben ook allemaal vlaggetjes buiten. Allemaal oranje. Kijk eens even. Helemaal Nederland zelf al uitgericht. Kijk, en daar komt hij. Daar komt het spandoek, jongens. Dat gaan jullie ook zien in de arena, hè. Dit is hem, hè. Kijk. En het is niet te klein, het is een heel groot, kijk, Klooster Zande. Je let op, mag ik het even het woord helemaal lezen? Mevrouw de cameravrouw, ja, en Klooster Zande, ja, daar komt hij. Ja hoor, nou, ziet het er geweldig uit. Kijk, fantastisch. Hoe lang voor de wedstrijd zijn jullie al in het stadion dan? Nou ja, er zijn natuurlijk nu coronamaatregelen, dus het is gedoseerde toegang. En de wedstrijd begon om 9 uur, maar de eerste persoon in onze groep moest om 6 uur het stadion in, 6:30. En dan hang je om 6 uur hang je al de doek op? Ja. Anders is je plek vergeven natuurlijk. Ja, daarom. Kijk, de wereld, dat is een spannende wereld. Dus donderdag zien we jullie weer, toch? Ja, we gaan donderdag weer een poging wagen om het binnen te smokkelen. Ja. Zie je geen spandoek? Lukt het wel? Zie je wel spandoek? Als we geen spandoek zien, dan weten we dat het misgegaan is. Ik ga ervan uit dat jullie dat donderdag weer gewoon staan. In het stadion. Zorg dat je op tijd bent, Jeroen. Gaan we doen. 6 uur aanwezig. Hang dat ding op. En dan gaan wij met z'n allen weer. Hup, dan gaan we hem weer zien. Hé, Klooster Zande. Vooruit. Tada!